are just looking for some new friends. Vol en los in die. Oh my god. Overal op vakantie, ik heb een broek, hè. Dat belooft voor de rest van de week. Baf, 9 uur cameraman binnen. Het is terug begonnen. Nee, dat was nog wel grappig, hè. Ik was wel goed aan het slapen. Het was echt een zellige stream, oh my god. Wat een goede morgen. Ja, knap, motherfuckers. Hallo, opstaan. Ja. Het was een beetje eng komen, nee, want iedereen had wel toch een goede avond had met de heenrit ook er nog bij geweest. Inderdaad, het zit echt nog in een diepe droom. Oh. Ik ben wel echt mijn zieke kop wakker geworden. Dat was echt een ramp. Ja, echt mijn haar. Wauw. Ik heb haar niet droog. Ik vind dat je een heel mooi kapsel hebt. Ja, voilà. Wauw. Ja, dat het gast met nat haar gaat slapen, hè. Wat een mooie dag vandaag. Joe, zo wat? Ja, goed. Ja, ik las dat van niet. Nee. Ja, alleen dat ik tegen u wat je doet. Ja, als je lepeltje lepels zou komen. Ik heb hem aan het bed gerold. Maar ja, als broeder. Voilà. Ja, als je griet is, dan mijn met je dan. Ik heb dat graag. Oh. Ja, man, heeft iedereen goed geslapen eigenlijk? Ja, Liam niet. Nee, ik raad super slecht te slapen. Dank u, Dylan. Ik heb hem bezig gehouden ja. In de nacht. Nee, ja. Je moet geen brood hebben. Nee, wel een banaantje. Dank je, schat. Je krijgt 5 euro als je dat volledig in je keel krijgt dan onderuit. Zie je, nee, nee, nee. Oh, nee. Dat was eigenlijk niet zo. Nee, wel. Zeut. Hé! Hey. Doe hem maar op. Random question. Als je een nacht zou mogen doorbrengen met een celeb, wie zou je kiezen? Rihanna. Ja, sowieso. Ik zei Rihanna en dan dacht iedereen dat ik voor de meisjes was, maar Rihanna dat is gewoon... Ja, ik is een Kefron, sowieso. Het ziet er zonder sympathiek in uit. Ja, natuurlijk. Heel lekker. Maar dat is al standaard. Iedereen kent je gewoon omdat hij vroeger knap was. Nog altijd, hé. Kom maar. Okay, ja. 100% zeker een medicine beer. Sowieso. Oh, nice. Ja. Hoe heet je vriendin weer? Kylie Jenner. Ja, misschien Kylie Jenner. Wat? Het is opgeblazen. Kim Kardashian. Nee, Kim Kardashian had erover niet. Ah, met wie ga jij doen? Maar Emil Dirk. Wie? Kan je niet? Emil Dirk, kan je dat niet? Nee, wat de fuck? En dat is een cultuur, man. Nee, hij is een acteur. Een Amerikaan acteur. Ja? Van Australië? Zeker. Serieus. Je meedaan en zo, een paar series. Ja, waarom geloof ik niets van wat jullie zien? Dat klinkt echt als een klas. Die van de webbank daar is. Ik zonde echt niet door dat hij nu bestond. Ja, we kunnen ook echt gewoon zo dan een goed liegen. Ja, ze roepen alles. Ze roepen zelf dat ik maar een genie ben. Ja. Ja, nee, als zo een nacht spenderen is, zo dan misschien iets gaan doen, dan zou ik wel zo voor... Ik weet niet, een... Ze doen wel van ballen. Met famous mensen uitgaan, dat is fucking nice zijn. Ja. Dat is wel waar. En zo bottles. Ja, maar ik kan niet gaan drinken. Maar dat hangt ook van de famous personen. Van. Als hij niet met zijn 2 voeten op de grond staat. En denk dat die... Twee voeten op de grond, als ze zeggen, oh, ja. Ik heb geen zin om met een helikopter te gaan vliegen. Ja, maar je kunt met een helikopter vliegen en je kunt zo... Ik vind dat echt een verschil is. Hm? Ah ja, want we gaan echt elke dag met een helikopter vliegen. Ja, nee, maar... Ja, na het ontbijt zijn we naar het stadje gegaan. Matthias is een gids. You lead the way. Dat was nice, dat was deftig. Wat is dat, fuck? 1, 2, 3, en poeh! Jullie gaan trouwen. Ja. Okay. Ja. We zijn echt wel random trouwen. Zo redden we in een keer. Ja. Maar echt gewoon. Ja. Die zat naast Dylan en die zei: kom, we gaan trouwen. Hé, oké. Okay. Ja. Links. Rechts.
Ik zit zitten van te trouwen. Ik heb stress. Ja, dat is een bruidsmeisje. Hé, hey, Mol, wat doe je daar? Hij is sneller. Ik wilde niks meer te maken. Ik was echt gewoon jaloers. Hij werd mijn bruidsmeisje. Hij loopt gewoon weg. Met mijn droom. Met mijn droom. Maar... Hé, hey, we zijn een koppel. Maar hoe zeg. Zo'n knappe vrouw. Dames en heren, we zijn allemaal samengekomen. We zijn allemaal samengekomen omdat Dylan en Jean-Marie de riem aan elkaar gaan geven, in het leven gaan delen. Hey, eerst moet je vragen. Zo, Jij, Amarius! En hoe voelt het als een getrouwd man? Hetzelfde, maar. En gaat uw vrouw goed soigneren? Sowieso. Sowieso. Ja, sowieso. Ik denk als Marie-Jean de Dylan wel ziet zitten. Ik denk het wel. Ah, ja. Misschien een klein beetje rotter zijn, dan kunnen we misschien echt nog mee terug. Dylan is echt lief. Net zoals zijn zus. Ja, zijn zus is ook echt leuk. We zijn echt Britney. Britney is echt leuk. We zijn echt leuk. We zijn echt in de max duo. Nicky, we de enige die aan het drinken is? Ja, wel. Ja. Alcoholist. Britney. Britney. Jij bent vandaag de spouwer, hè? Rollen. Welke zee is dat, Jut? Oh my god. Cereal van Koos. Why? Ja. Ze kent echt niemand. Moeder, welke zee is er hier? Ze gaat het niet weten, ze gaat ook niet antwoorden. Nee. Moeder, welke zee is er hier? Nee. Welke zee is er hier? Antwoord. Je moet een hokje doen. Ja, welke zee? Hoe noemt je zee hier? De Middellandse Zee, denk je wel. Ah, wel. Heet dat de Noordzee, dus maar wat nee, dat werkelijk is? Nee, de Spanje. Wat? 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 Nee, wat? Nee. Dat is gewoon verward. Hé, hey, maar al die meisjes wisten dat niet. Dat jij ook niet. Ik was er niet bij. Geen commentaar. Nou, uw mevrouw. Dank u, gentleman. Gentleman. Wauw, wat is daar? Wat? Fuck that. Dan zijn we naar de pier even gegaan. Heeft Dylan weer... Choke. Maar Dylan, wat is de kans dat jij daarin springt? Hoeveel? Ja, zeg. Wat is dat nu? Op 4. 3, 2, 1. 2. Wow. Ja, fuck! Springen! Ja, ja. Om de trouw te vieren. Sowieso. Een celebration. Ja. Ik denk ook al had je hetzelfde nummer niet. Ik had het sowieso. Ja, ik had het sowieso ingespeeld. Als de broek uit kan. Ja, maar waarom? Ik weet dat niet. OnlyFans! Hey. Ja, maar zo heeft hij geen nut. Nog nat. Oh, man. Ah, die had het broek. Pas op. We zijn gescheiden. Hé, pit. Je hebt een pit aan, hè? Ja. Oh, die onder de broek, man. Die zijn ik kwijt. Ja, die is kwijt. Die met de pet aan. Zou je daar aan? Ik zou niet aan, hè. Nee, ik ging zetten misschien op 10 of zo. Maar op 4, dat is van, ik wil het doen, maar ik ga het niet zeggen dat ik het wil doen. Hey, man, applaus voor een dealer. Ja, ik zeg met de poep. Hey, poepje. Maar ik denk dat iedereen hier echt gewoon een fetish heeft. We zijn er eigen piet, die wil niet allemaal. Echt allemaal altijd in de nacht. Ja, we zijn echt allemaal verslaafd aan zijn eigen piemo. Allee, thuis zo, dan loop ik ook niet veel maar. Ja, waarom? Dat weet ik niet. Ja, ik weet dat ook niet, eigenlijk. Dat is een vrij gevoel. Ik ben blij dat je zo trots bent op je piemo, maar... Ik weet niet, ieder zijn ding. I don't judge. Ja, we zijn dan gaan kijken om iets te eten, want we hadden allemaal vrij veel honger. Dat was echt een raar restaurant. Ja. Wat is dat? Creperie. Ja, wanneer komt? Creperie of mooi. Goed. Heb jij ooit al een pannenkoek met kaas en gespen? Nee. Dat klopt toch niet? Dat klopt. Dat klinkt inderdaad raar. Maar dat is ook... Ah, ja, zo cool. Meestal zie ik zo andere gerechten en dan denk ik, ik had dat gewoon niet gemaakt. Ik had het zelf niet bekeken, ik had het gewoon opgeven. Oh. Ja, random question. Oei, oei, oei. Are you ready? Wie van de groep kijkt het vaakst porno? Ga gewoon wezen op 1, 3, 2, 1. Oh. Ik wist naar Dylan, want die zat voor mij. Dat was ja, wel, ik had ook naar hem wezen. Die zat, die ziet er wel zo beetje uit. Ik denk Britney. En Britney is echt ook een... Maar ik denk echt als een beest is in bed. Ik denk dat echt. Ik denk ook echt. Hallo, die wilt elke dag. Dus, als je een vriendin hebt, krijg je geen porno voor. Maar ik heb wel een knappe vriendin, dus. Maar dat is ook zo'n bullshit, hè? Dat was ook een discussie, hè? Van... Mag het in een relatie ja, of niet? Als je dat kijkt, is dat cheaten. Cedric vond het bedriegen, dacht ik. Was ja, het? Denk het wel. Ja. Maar ja, ik zie dat echt totaal niet zo. Als je maar met vriend of vriendje in bed kruipt. Maar als je vriendin hebt of een vriendje, dan snap ik dat wel, dat je dat niet hoeft. Ja, maar... nee. Ik ben single. 0471-884066. Iedereen kijkt op porno, ja. Ja, eigenlijk misschien niet. Wel matcha's, hoor. Want ja. Hij drinkt niet, hij moet ergens anders hard op gaan. Ik kijk niet meer porno. Allemaal fetishen. Ja, blijkbaar ik.
Ik geloof het niet. Ik geloof dat wel. Weet je? Ja. 3 keer per week zoiets. Yo. Yo. 3 keer per dag, man. Yo, ik je 3 keer, oké? 3 keer per dag dan. Porno king. Nee, ik ben de enige die geen porno kijkt. Ik ook niet. Nee, echt, ik, echt niet. Geen? Echt niet. Allee, jong. Nee. En waarom niet? Hoop, principe is of... Maar hoe is dat? Niemand durfde eigenlijk echt iets zeggen, maar mij boeit dat niet. Allee, dat is zo'n taboe, maar... Ik weet niet, meisjes kunnen en mogen dat ook, vind ik. Ik weet dat niet, hè. Misschien spreek ik niet de waarheid, maar ik zou dat raar vinden. Zo'n livestream. Oh, man. Nee, nee, dat doe ik niet. Moet je daar niet voor betalen? Livestream? Ja, ik had dat en dacht dat, nee. Wat? Wat? Ja, in Amsterdam. Is hij een camgirl? Nee, 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 maar ik heb geld gestoken en dan kon ik zo de wifi zien. Die. Ah. Echt? Ja, ja, ja. Ik kon zo 2 euro insteken voor 2 minuten. En dan dus broer het daarbij uit en daarna snoep, maar dan ga je dan gaat dat ding uit. Dus dan moet je nog geld insteken en zo blijf je geld insteken. Ah, ja. Maar ik had er maar 6 euro of 4 euro gestoken. Ja, ja. 6 of 4 euro. We zijn dan terug naar de villa geweest en dan onze spelletje klaarstaan voor ons. Tijd voor een typisch Dagmansion-spel. Tijd is voor Fearpong. We spelen bierpong, maar met een twist. Gooi het balletje in de beker van je tegenstander, dan moet die persoon de beker opdrinken en de opdracht uitvoeren die aan de beker gelinkt is. Elke opdracht is 10 euro waard. Have fun! 10 euro! Let's do this! Blad. Vang maar. MJ, Kobe the girl. Is lekker? Slikke beach. Spring op je blote buik in het zwembad. Weet je niet hoeveel pijn dat op je maakt? Dat is voor jou. Doe het, ja, ja. Nee, ja, hey, dat is 10 euro. Ja, als je dat gaat laten. 10 euro. Lukt het? Perfect. Hoppa, 10 euro. Zo cute, Marie. Het is aan nu van mij. Ja, nu, het is aan nu. Cutie. Ook niet zo matig. Ja, mooie sprong toch wel. Ja? Ik had het wel beter gedaan. Ja. Oh! Oh! Dompel een sok van iemand in de groep in het toilet en wrijf er je gezicht mee in. Joker? We gaan zijn sok gaan halen. Want ik heb het wel gevoel dat hij vettige voeten heeft. Oh, what the fuck, ik word misselijk. Dat is van, Cedric. Ja. Ah, man, check dat. Wat is de meest gebruikte toilet? Ah, maar die stinkt ook wel, hè? Lekker. Nee. What the fuck? Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is gewoon Liam. Nee, check die sok. Fucking lekker. Nee, Liam, die pakt de pers. Nee. Ik ga een klets geven. 10 euro. Ik maak voor maan. 10 euro, Merel. Maar ze was eerst weer zo aan het weigeren, maar dan dacht ik wel van, hey, niet helemaal alle dingen gewoon weigeren. Ja, maar ik snap dat zo'n schoon gezichtje. Nee. Nee, jawel. Zo'n schoon gezichtje. 10 euro, hup, klaar, hup. Oh. Yes. Ja! Peuter in je neus, haal er iets uit en eet het op. Wow. Dat is een hele operatie. Lekker! Oké, dat is een heel gemakkelijke 10 euro. Dat is 10 euro, inderdaad. Jammer. Hey. Up. Leuk. En? Eet een grote lepel, maar niet op. Wat is dat? Wat is dit? The fuck is dat? Deze gaat echt vies zijn, denk ik. Ja, waarom zeg ik er zo raar? Die marmiet is. Zep het op. Deze raakt je op. Het droge siroop. Ga je er ook een keer aan ruiken? Ik weet niet, dat is zo kaas, chips en zweetvoeten tegelijk. Lekker, C. Kom aan, C. Slikken. 10 euro. Kom aan, C. Hé, is nog niet open. Het is vies. Oh, wauw, man. Dat is toch niet lekker. Wat de fuck is dat er bezig? Ga je tanden makken. Dat is heel bruin. Die mensen in Australië, wat eten die? Ja, op hun boterham. Een boterham is wat het aan. Cedric heeft daar gewoon een hele lepel van in zijn mond. Hele lepel. Oh. Laat iedereen recht staan en blaas op ieders buik om het geluid van een scheet na te doen. Nee, nog eens, nog. Oké, kom. Ah, maar deze vind ik niet erg. Ja, ik niet zo. Oké. Ja! Dat was dan lekker, joh. Ah, dat ga je ook wel lukken. Dat gaat van mij wel lukken. Een goede vetting, joh. Ja. Kittel. Kittel, dat is amazing. Ja, maar ik kan echt niet tegen kittels.
Nee. Jij krijgt deze nog terug. Jij niet. Tja, fucking flikker. Wat is dat voor een kleedje? Had het even een kleedje, man. Ja, ik voor een kleedje. Ja, dat hebben we. Zo bruin. Kom, ze blaas, joh. Oh, man. Maat, ik begrijp dat jij dat niet hebt opgegeven. Natuurlijk, man. Ik kom... Hopla. Perfect. Laat iemand een vies drankje maken en drink het op. Ja, ik wil dat doen. Waarom is dat voor mij? Omdat hij dat heeft gescoord. Ja, ik heb dat per ongeluk. Chris. Salamieke erbij. Beetje rodaille. Oké. Ze is jaloers op de Matthias. Hier, voilà. Cocktailtje van de zee. En nu naar de Mattie. Oké, Mattie. Jij hebt dorst, zie ik. Hier, check. Oh, maar hoe slecht... Ja, maar non alcohol. Allee, hoe slecht kan dat zijn? Maar er zit al nog iets op de bodem, dus je moet dat wel eten. 3, 2, go. Oh, man. Oh, what the fuck. Opa, opa, maar helemaal, helemaal. Oh, wat... Maak je... Hey, de boy! Wat vond je? Wacht. Wat was dat? Wat dat voelde jou nog wel mee. Wacht. Dat was wc-water? Ja, dat is niet zo erg. Ja. Beetje water. Ja, rooie aan. Sausiske. Oh, die beker. Oh, ik snap echt niet hoe dat die niet gespouwd heeft. Ik snap het ook niet, maar ja. Hier, je vindt dat vinden dat je wc-water op je kop krijgt? Ja, oké, maar nu ben ik... Nee, ik ben al helemaal dood. Doet jij deze? Nee. Ga in een hoekje zitten en begin te huilen. Schreeuw voortdurend, waarom wil niemand mij kussen? Ja. Uw favoriet persoon is gestorven, kom aan. Loser. Wat? Nee. Als niet realistisch genoeg. Waarom wil niemand mij kussen, zeg? Leuk. Ik vond dat aan de ene kant echt sad, maar ik kost het wel goed, man. Ja, ik kon het echt. Dat is iets van... Ik kan echt goed acteren. Stop met blij, man. Allee, niemand wil mij kussen. Ja, dat was zo raar. Dat was gênant. Maar je is sowieso gewoon. Dat is niet waar. Je is sowieso veel beestje. Echt veel chickies. Waarschijnlijk. Nog wel een luidje schreeuwen, hè. Leider! Kom een keer hier aan je binnen doen. Ja, ja, dat is een goede kaart. 120 Stop. Wat voor borstjes zouden jullie het liefst hebben? Ja, hallo. Ik eet liever gewoon een banaan dan dat ik een diep trouwt eigenlijk.